FCM en TV, laat je trap. 1 team, 3 spelers. Ze mogen schieten vanaf 11, 16 en 20 meter. En daarmee kun je 1, 3 en 5 punten winnen voor je team. En 2 weken geleden was het de beurt aan team BRD Barits, Reinders en Van Delen. En het is aan Derian Reinders te danken dat de ploeg niet helemaal onderaan eindigt. Want hij haalt 3 punten binnen. En met die 3 punten vind je jezelf terug op een 7e positie. En dat is niet genoeg voor de halve finale, dat is nu al wel zeker. Want vandaag is het de beurt aan Johan Kulan, Tom Overtoom en Boy Deul, oftewel Team Amsterdam. En dit is het laatste team wat meedoet aan de competitie. En dus de laatste ploeg die zich kan plaatsen voor die halve finale. We beginnen met Boy Deul. Oeh, zit er heel dichtbij. Deul die heel graag met dit team wil winnen. Was eerst bij een ander team ingedeeld, maar wilde uiteindelijk toch graag bij Team Amsterdam. Dan Tom Overtoom. Kwam over in de winterstop van Excelsior. Maar ook een echt Amsterdammer. Hij mist net. En dan de man die terug is van een blessure. Johan Kulan. Zijn eerste poging. Een beetje nonchalant net over de lat. Dus 0 punten. Voor de Amsterdammers. Dan 16 meter. 3 punten te verdienen. En de volgorde is veranderd. Tom Overtoom begint. Ja, het helpt nog niet echt direct. Nou, eens kijken wat Boy Deul kan doen. Zat er net heel dichtbij. Boy Deul met zijn tweede poging. Prima. Prima bal. Maar die bal gaat weer net over. En dus, ja, 2 keer net mis is nog steeds 0 punten. Dan zal het van Johan Kulan moeten komen. Is deze raak? Nee, ook die scheelt maar een fractie. Ja, de teleurstelling is groot bij Team Amsterdam. Nog niet echt de Amsterdamse bluff. 0 punten. Maar het kan altijd nog. Maar moet je dus minimaal 2 keer deze 5 punten halen voor een halve finale plek. En dat gebeurt niet in de eerste poging. Kulan baalt. Hij voelt de bui al hangen. En dan Boy Deul. Geconcentreerd. Hij weet dat er ligt heel veel druk op deze poging. Deze moet erop. Deul. Ja, schitterende treffer. En hij is blij. Want hij weet, dit kan wel eens de sleutel zijn naar de halve finale. Goeie treffer, goed erop. En dan is het nu de tijd aan deze man, Tom Overtoom. Deze moet raak zijn. Dan gaan ze aan de leiding, dus zeker van de halve finale. En die bal valt erop. Wat een verrassing. Ongelooflijk. De eerste 7 pogingen allemaal mis. En daarna 2 treffers vol op de lat. Dan wordt er een feestje gevierd. Want met 2 keer 5 punten ga je aan de leiding. Team Amsterdam plaatst zich als eerste voor de halve finale. En daar zag het even niet naar uit. Ja, even spannend maken. Maar goed, op het juiste moment pieken, hè? Ja, dat maakt jullie direct een favoriet voor de finale straks. Ja, volgens mij staan we eerste, ja. Dus, ja, jullie zijn de laatste ploeg. Dus ja, jullie zijn geplaatst voor de halve finale. Heb je nog een voorkeur tegen wie je speelt? Nee, dat maakt niet uit. We kunnen ze allemaal hebben. Nee, dat is de instelling. Ja, Boy, het zag er even slecht uit in het begin. Maar ja, toen, als het echt moet staan, dan sta je er, hè? Ja, tuurlijk. Ik weet wat ik doe. Samen met deze jongens. Dus als laatste. Dus ja, 10 punten. Eerste. Mooi, toch? Ja, je bent blij met deze groep, hè? Jullie zijn echt vriendenteam. Ja, zeker. Zeker. Als Amsterdammers, wat hij ook zegt. Dus ja, het komt goed. Ik was eigenlijk in een ander team ingedeeld, maar ja, dit is toch de betere team. Op jouw verzoek ben je bij deze jongens geplaatst. Ja. Ja, de Ras Amsterdammers die hebben natuurlijk deels op de bluff. Maar dit was 0 punten, hè? Ja, klopt. Ja, nou, de jongens hadden het een beetje moeilijk, dus liet ik zien hoe het niet moest. En ja, dan zie je dat ze gewoon over de streep trekken. Dus, ja. Je hebt ze gewoon geprikkeld? Precies, ja. Ja. Soms moet je als leider even laten zien aan je team dat ze toch eventjes beter hun best moeten doen. En ja, dan zie je het. En in de finale heb je je aanvoerdersband om? Ja, misschien wel. En trouwens, ik hoop dat we tegen team Enschede de strik mogen. En dat zou wel mooi zijn, ja. Ja, maar die jongens hebben wel een hele grote mond, hè? Ja, die pakken er niks van en denken dat ze wat kunnen. Ja, dus gaat helemaal nergens over. We gaan het zien, mannen. Gefeliciteerd. Dank u wel. En dit zijn die halve finales. Team Amsterdam ontvangt over 2 weken Team Oost. En volgende week is het achterdeur dicht tegen Fast Forward. En dit zijn die teams. Achterdeur dicht bestaan uit Marcel Sijp, Dennis Stelgekamp en Jens-Jun Streutker. Tegen Justin Mulder, Erikson Danso en Raymond Jessie.